iedereen. Zoals eerder vermeld staat Berbersijstad liever natuurlijk vooral bekend om het koken met bieren. Vandaag ga ik laten zien hoe we een hele simpele barbaarsaus maken. Nou, het belangrijkste van het maken van de saus is allereerst een pannetje op het vuur zetten. Het klinkt heel simpel, maar dat is het belangrijkste. We nemen een klein beetje gezouten roomboter. Om het pannetje lekker glad te maken. Wanneer de boter lekker goudbruin begint te worden, voegen wij een vers gesneden shallotje tussen ertoe. Ruikt altijd goed. Daarna is het tijd om de barbaar toe te voegen. Waarmee we de shallotjes af dus. Dit laten we ongeveer 8 minuten inkoken. Als de barbaar voldoende is ingekookt, is het tijd om onze zelf getrokken kalfsfond erin te gooien. Die voegen we toe. Hij heeft een lekker nachtje opgestaan. Onze eigen kalfbotten getrokken. En voegt heel veel toe aan het sausje. Ten slotte voegen we nog een klein beetje roomboter toe. En dit resulteert in een heerlijk barbaarsausje wat prima smaakt bij een varkenshaasje.